Welkom bij Doe-het-zelf ideeën. Dit is de tweede video rond het weekthema. Wat is het weekthema deze week? We gingen shoppen voor minder dan 5 euro binnen het thema blauw. Ik heb 3 hele leuke dingen gevonden. 2 die kosten exact evenveel. Eentje was wat goedkoper. Ik begin met mijn goedkoopste aankoop. Ik heb Haribo snoepjes gekocht. Deze kende ik nog niet. Het zijn zure smurfen. Ze zijn niet heel erg zuur. Op de schaal van Haribo krijgen ze maar 1 citroen. Maar ik vind ze wel leuk en de verpakking is voornamelijk blauw. Bovendien zit er ook nog gargamel bij. Die is denk ik rood en blauw. En de smaak van de snoepjes is denk ik cola. De smurfen die hebben een blauw lijfje en een wit hoofd. Ik vond het heel erg schattig en ik ga ze natuurlijk ook nog een keertje uitproberen. Dan zijn we al bij de tweede aankoop aanbeland. Ik heb garen gekocht. Ik heb donkerblauw en lichtblauw garen. De bollen die kosten exact evenveel en ik ga jullie er nog mee laten zien hoe je een armband kan maken. Een heel eenvoudige armband voor in de zomer. De bollen wegen 50 gram, zijn 85 meter lang en je hebt er een naald voor nodig van formaat 3 tot 5. Ik denk dat het 100% katoen is. Ja, daar staat het. En daarmee gaan we dus iets maken. Daarvoor ga ik ook een haaknaald met maat 6 gebruiken. Je kan de rollen afrollen van binnenuit, heel erg handig. Dan vliegt die bol niet heen en weer als je ermee aan het werken bent. Dan leg ik de uiteindes van de draad op elkaar. Dan ga ik een lus maken. Ik leg de draad dus zo op mijn vingers, dan ga ik er met de haaknaald door en haal ik de draad er doorheen. Even aantrekken en dan heb ik een lus. Ik ga dus de hele tijd met die twee draden werken alsof het één draad is. Ze blijven dus naast elkaar liggen. En dan maak ik losse steken. Ik haal dus telkens de draad door de lus. En dat doe je net zo lang tot je armbandje lang genoeg is om rond je pols te passen. Zo kan je dus heel snel op een heel eenvoudige manier een tweekleurige armband maken. Als je de gewenste lengte bereikt hebt, dat is nu ongeveer het geval, dan is het tijd om af te ronden. Je knipt beide draden af, je laat wel wat marge, dus ongeveer 10 tot 15 centimeter. Dan haal je de draad zo door de lus en aantrekken. Je steken die zitten nu goed vast, die gaan er niet meer afvallen. Natuurlijk moeten we de armband wel nog rond iemands pols kunnen doen. Dat doe je zo. Je haalt de armband rond je pols en dan maak je gewoon met de uiteindes een knoop of een strik, als je dat mooier vindt. Zo heb je heel snel een leuke vriendschapsarmband. Ik hoop dat jullie het een leuk idee vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Dan is het tijd om te kijken welk thema volgende week behandeld wordt. We hebben een heleboel briefjes in de pot zitten. Als jullie nog leuke ideeën hebben, laat die dan zeker bij de reacties weten. Dan belandt dat idee misschien op een briefje in de pot. Ik heb al een briefje. Wat staat erop? Slijm en glibber. Daar hebben we al een hele hoop mee gedaan, maar we hebben ook heel veel ideetjes nog niet uitgeprobeerd. Er kan ontzettend veel mee gedaan worden. We kunnen bijvoorbeeld een nieuwe stressbal maken of een nieuwe soort slijm. Glibberzeep, dat is ook een optie. Als jullie benieuwd zijn naar de weekvideo's van volgende keer, vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Je krijgt namelijk een berichtje zodra er iets nieuws online komt. Vergeet ook niet de andere video's op het kanaal te bekijken. Er zijn 2 video's rond het weekthema telkens. Dus er is nog een andere video over deze haul voor minder dan 5 euro binnen het thema blauw. Vergeet video's niet te delen met vrienden om samen aan de slag te gaan. En hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf ideeën. Tot dan!